Niet hoor. Alsjeblieft. Ik ga de wind vangen, hè, dadelijk. Ja, dat... Het leuke van projectlading is dat het allemaal unieke stukken zijn. Het gebeurt niet vaak dat zo'n groot stuk met een containerschip verscheept wordt. Even stem bij met de hand. Is jij van vieren? Hey. Een metertje stuurboord erop. Een haakje stuurboord. We zijn er bijna. Hij hangt erin, Janko. In het verleden zag je dat projectlading met name met de conventionele stukgoedschepen werd vervoerd. Dat is nog steeds wel zo, maar we zien ook een verschuiving naar meer ro-ro-schepen, waar het rollende schip op en af gaat, en ook de containerschepen. En met name in het laatste marktsegment heeft de haven enorme groeiplannen en dus ook groeiende mogelijkheden om dit soort type lading te verschepen. De Rotterdamse haven is naar mijn inziens zeer geschikt voor het laden van projectlading, gezien de beschikbaarheid van de drijvende bok. Daar kunnen we eigenlijk altijd over beschikken. En daarnaast zijn de terminals ook daar zeer goed voor ingericht. De voordelen bijvoorbeeld ten opzichte van Antwerpen is de korte aanvaartijd naar de Maasvlakte bijvoorbeeld, waar je in Antwerpen een lang stuk over de rivier moet varen en men beperking heeft met de diepgangen. Als CMA CGM hebben we al honderden projectladingen gedaan. Het speciale aan dit stuk was dat het het grootste stuk is wat CMA CGM ooit geladen heeft op een van zijn schepen. We laden breakbulk zowel vanaf de waterzijde door middel van de drijvende bok als door middel van de kranen van de terminal. En beide vereisten een nauwkeurige planning samen met de terminal, de plan op het hoofdkantoor en het lokale agentschap. Zodat de operatie niet gehinderd wordt door het laden van het breakbulk. Nog een beetje bakboord? Even een beetje. Houd hem maar. Klein stukje, joh. Kijk, als je een toren van deze afmetingen en met een gewicht van 450 ton gaat hijsen, dan zitten er natuurlijk altijd risico's aan. Zullen we proberen om voorover te gaan? Jenny, Bert. Ach, spieren. Even houden. Even houden. Aan boord van het schip was vooral het spannende moment, hè, omdat hij toch in een vrij krap gebied moet worden geplaatst met weinig ruimte. Maar we hadden eigenlijk alles mee zitten, goed weer, weinig wind, dus het ging allemaal heel goed. Dus het was eigenlijk een stukje teamwork met verschillende partijen. Oké, nog een beetje voorover. Hier voorover komt ie. 20 centimeter had hem. Alles goed? Met de opkomst van projectladingverschepingen via containerschepen neemt de concurrentie met de conventionele scheepvaart toe. Maar voor de markt als geheel is dit een hele goede ontwikkeling. En als Rotterdam willen wij ook de complete projectladinghaven zijn en daarom alle modaliteiten, alle mogelijkheden aanbieden. De voordelen voor dit type transport is aan de ene kant gewoon het vaste schema waar je mee te maken hebt. Dus je weet eigenlijk al een jaar van tevoren kun je een dienst prikken en dan weet je de vertrekdatum en de aanleverdatum. En een ander voordeel van dit soort grote containerschepen is dat die snel varen, dus relatief snel van A naar B kunnen. Hij is los, hè? Ja, mooi. Hartstikke mooi. Alles stop.